feitelijk komt het erop neer dat er één variant gaat er vanuit een tunnel ter hoogte van de dubbele overweg. Geschikt voor alle verkeer, autoverkeer en langzaam verkeer. En de andere variant gaat uit van het omleiden van verkeer, dus het sluiten van de dubbele overweg voor gemotoriseerd verkeer. Op doeken, de tunnel, dat is geen optie. De spoorwegplannen maken heel veel los in Boksel. Heel veel mensen reageren, er wordt flink gediscussieerd. Ook via de krant, via ingezonde stukken, onder andere in Brabant Centrum. Een van de inzenders van zo'n ingezonde stuk staat hier bij me, Henk Renders. Henk, jij reageert. Het leeft bij jou dus. Ja, het leeft enorm. Ik heb de laatste jaren mijn eigen daar verhoorlijk in verdiept. En ben tot de conclusie gekomen dat Boksel eigenlijk niet zonder dubbele overweg kan. Het alternatief is straks ergens via de noordkant van Boksel gaan rijden of via de Keulse baan. Maar dat zijn enorme afstanden om te rijden. En ik vind dat die tunnel gewoon behouden moet blijven. Dat geeft wel weer nadeel voor mensen die bijvoorbeeld in de Baroniestraat wonen. Dat realiseer ik me ook wel. Maar helemaal op doeken, de tunnel, dat is geen optie. We hebben ten tijde van de participatie zijn er 42 oplossingsrichtingen ingebracht. En om daar wat structuur in te brengen, hebben we die allemaal een nummer en een code gegeven. Nou, CV9 is een oplossingsrichting die uitgaat van een tunnel voor alle verkeer ter plaatse van de dubbele overweg. En de oplossingsrichting B14, B15, dat zijn twee verschillende oplossingsrichtingen waarvan de Raad gezegd heeft van nou, we willen een combinatie van die twee. Maar dat is een oplossingsrichting die uitgaat van het sluiten van de dubbele overweg voor gemotoriseerd verkeer en het omleiden van verkeer via de Keurtse banen. Stel dat de gemeenteraad het voorkeursmodel kiest van het college van BMW. Welke problemen zijn er dan echt opgelost? Met het voorkeursmodel van BMW bedoelt u de omleidingsvariant? Ja. Zoals die hier in het blauw aangegeven staat. Dus het sluiten van de dubbele overweg voor gemotoriseerd verkeer en de omleidingsvariant. Nou, het probleem wat dan opgelost is uiteraard de problematiek van de dubbele overweg. Want er is geen dubbele overweg weer. Dus die problematiek is opgelost. De variant heeft ook de verbindingsweg in zich. Dus de problematiek rond Kalksheuvel is opgelost. En het verkeer in het centrum neemt fors af. Dus de discussie en de problematiek rond de verkeersdruk op de Bareniestraat en omgeving. Die is daarmee ook opgelost. De tweede variant die leidt tot verbreding van de Keulse baan. Dat is iets wat Boksel wel wil en dat is ook wel begrijpelijk, daar staan ook files. Maar of dat het nou echt te maken heeft met het probleem van de dubbele overweg, dat zie ik niet zitten. De Keulse baan die wordt dan ook maar alleen maar gedeeltelijk verbreed tot aan de rotonde van de Parallelweg Zuid, rotonde Everbos. En dan ontstaat er een bottleneck onder de tunnel door naar het industrieterrein. En nogal wat verkeer wat van de A2 afkomt, dat moet door die tunnel. En als er de dubbele overweg afgesloten is, dan zal er ook nog wat extra verkeer van de A2 afkomen. Die nu kiezen voor de noordelijke afslag, personenwagens bijvoorbeeld. En dwars door Boksel heen rijden, die straks de zuidelijke afslag kiezen en over de Keulse baan komen. Op zich mag die Keulse baan gerust verdubbeld worden, maar dat lost niet het probleem met de dubbele overweg op. Zijn er ook nadelen? Want meestal is het zo in het verkeer, als je het ene oplost, dan ontstaat er elders weer een probleem. Zijn er die ook, die problemen? Absoluut, absoluut. Beide oplossingen hebben voor- en nadelen. De nadeel van de oplossing bij de omleidingsvariant is dat de bereikbaarheid vanuit de kern naar Ladonk, die neemt af voor gemotoriseerd verkeer. Dus wilt u met de auto vanuit de kern naar Ladonk of naar Kalksheuvel, dan zult u of via de Keurtse baan of via de overgebleven open overwegen moeten gaan rijden. Voor het langzaam verkeer niet, omdat daar in de variant voorzien is in een tunnel voor langzaam verkeer. Dus dat hangt wel degelijk een nadeel aan, absoluut. En dat heeft echt te maken met de bereikbaarheid tussen de kern en Ladonk. Als de tunnel opgeheven wordt, dan zal er veel meer gebruik gemaakt worden van de Lenevlaan. Dat staat wel vast. Of dat het echt een probleem is, dat weet ik ook niet. Een van de plannen is ook ooit geweest om daar een tunnel aan te leggen. Dan wordt het natuurlijk nog drukker. Maar door het opheffen van de dubbele overweg ontstaat er in ieder geval een enorme verkeersdrukte op de Lenevlaan. Nou, ik geef het even aan de hand van de kaart van Boksel. Dit is het Boksel Centrum en Oost. En Ladonk, Kalksheuvel, Lennesheuvel. Dat verkeer dat moet vice versa aan de andere kant van de lijn zien te komen. Dat gebeurt nu veel via de Keulse baan en via de dubbele overweg. Ga je die overweg opheffen, dus alleen nog fietsen dan. Maar dan moeten er 7.500 auto's die moeten een andere route gaan kiezen. Dat kan Eindhovenseweg, Parallelweg Zuid naar de Keulse baan toe. Of aan de noordkant via de Lenevlaan, de Braken naar de overweg hier bij Tongeren, naar die nieuwe weg toe. Ik heb dat een keer uit zitten te rekenen. Als ik vanaf hier waar ik woon naar het industrieterrein ga, waar mijn zoon een bedrijfje heeft,
dan moet ik ongeveer 3 kilometer omrijden of dat ik die kant omga. Ik denk dat dat een beetje gemiddeld is voor alle voertuigen van die 7.500. Ik heb uitgerekend dat dat ongeveer 2 miljoen kilometers omrijden is op jaarbasis. Nou, dat gaat ook 3-4 ton aan brandstof kosten. En daarvoor een eco-gemeente als Boksel. Ik vind het erg gevaarlijk om dan te kiezen van hef die overweg maar op en ga maar allemaal omrijden. Het web, of beter gezegd de industrieterrein en de ondernemers daar, die piepen ook nogal. Vanuit de kern is Laden ook dadelijk met de auto niet rechtstreeks bereikbaar. Dat loopt dan via de Keulse baan of via een van de andere overwegen. Ja, dat is een beperking van de bereikbaarheid voor met name werknemers. De bereikbaarheid van Ladonk loopt in principe via de Keulse baan. Dus verkeer wat van buiten Boksel komt, vrachtverkeer, daar hebben we de Keulse baan uiteraard voor. Die wordt ook opgewaardeerd, dus die faciliteren we daarvoor. Zijn het werknemers die naar Ladonk willen? Ja, dan met de variant zoals die voor ligt, kan men op de fiets prima nog steeds via de route Ladonk bereiken. Kies men ervoor om met de auto naar Ladonk te gaan, ja, dan zal men geconfronteerd worden met een stukje omleiding. Het verkeer van de A2 maakt veel gebruik van de Keulse baan om in het centrum of op Ladonk te komen. En daar is het al behoorlijk druk, dus dat die weg een keer wat aangepast zal moeten worden, dat staat wel vast. Bottleneck zijn die rotondes en de Oorschotse weg is wel goed om te leiden naar die rotonde toe. Dat lost wel veel op. Of dat die kosten uiteindelijk door ProRail betaald moet worden, daar heb ik een vraagtekens bij. Evengoed hier die VLK-weg, de variant Ladonk-Kapelweg. Daar zijn we het eigenlijk al langere tijd over eens dat die weg daar moet komen te liggen. Heeft voor mijn gevoel ook niet direct te maken met het probleem van de dubbele overweg. Het lost daar wel een probleem een stuk mee op, maar het heeft niet direct te maken met de dubbele overweg zelf. Dus die kosten en die kosten die worden wel allemaal nu gerekend bij de kosten van de dubbele overweg. Maar dat is niet helemaal reëel, vind ik. Je zou eigenlijk alleen de kosten van een tunnel moeten tellen hier. En de rest van die kosten zouden op een gegeven moment toch gemaakt moeten worden. En dan vallen die kosten nog wel mee. Nou moet je straks met de oplossing nog naar het ministerie. Maar heb ik nou goed begrepen dat het ministerie ook al eisen van tevoren heeft gesteld? Het ministerie heeft zeker een aantal eisen van tevoren gesteld. Uiteraard was een van de belangrijkste eisen was dat de problematiek van de dubbele overweg opgelost moest worden. Nou goed, dat is ook natuurlijk iets wat wij zelf als gemeente ook heel graag wilden. Ze hebben een financieringseis gesteld, zoals volgens mij inmiddels bij Inieder bekend. Dus ze zijn bereid om bij te dragen, maar dan moet een stuk cofinanciering vanuit de regio moet daarbij komen. En ze hebben heel duidelijk als een wens, ze hebben dat niet echt als een harde eis neergelegd, maar als een heel uitdrukkelijke wens, dat wat hen betreft een oplossing zou zijn het sluiten van de dubbele overweg voor gemotoriseerd verkeer. De bewoners van de Baroniestraat, die hier op deze tentoonstelling zijn, zijn enthousiast en heel tevreden over de plannen die er nu liggen. Met name het ene plan wat het college voorstaat. Begrijpelijk, ja, wat op de één plaats een goede oplossing is, dat is heel dikwijls op de andere plaats weer een foutieve oplossing. Daar blijf je houden. Ik ben het er wel mee eens dat de Baroniestraat nu al druk is en eigenlijk ook niet drukker zou moeten worden. Maar door de overweg helemaal af gaan te sluiten, ga je alleen maar het probleem verplaatsen naar andere plaatsen, naar bijvoorbeeld naar de Keulse baan of naar de Lenaflaan. Geld, money, daar draait het bijna altijd om iets gerealiseerd te krijgen. Kun je nou mij eens vertellen, als één van deze plannen gekozen wordt, of het ook uitgevoerd wordt? Ja, of het ook uitgevoerd wordt, dat zal de toekomst moeten gaan uitwijzen. Nee, zoals het er nu voor staat, is het proces als volgt. De Raad krijgt op 26 november, hopen we dat de Raad in ieder geval een keuze maakt en daar een besluit in neemt. Vervolgens gaat onze burgemeester, want dat is de portefeuillehouder van dit project, die gaat met dat besluit onder de arm, gaat hij aan tafel zitten met provincie en het ministerie en ook nog de andere gemeenten, Vught, Haren en 's-Hertogenbosch. Om te onderhandelen over de financiering van het geheel. Nou, uiteraard zijn we daar al geruime tijd mee bezig. En is het standpunt van het ministerie bekend. En zijn wij aan het kijken van of het ministerie bereid is om af te wijken van hun cofinancieringsstandpunt. En of de provincie bereid is om ook financieel bij te dragen. En wij zijn daar niet negatief over gestemd. In de hoop dat er eindelijk een besluit gaat vallen, wens ik jullie heel veel succes toe. Dankjewel, we zullen het nog nodig hebben.